Nou, dit is eigenlijk waar we staan, is waar het 40 jaar geleden begonnen is in feite. Het begon heel klein met een aantal mensen in een bouwketen van nou, laten we het maar proberen en kijken wat er van komt. Hoewel wij altijd geloofd hebben dat het een succes zou worden, dat wel. Anderen niet, maar wij wel. En een succes werd het. ASML groeide in 40 jaar tijd uit tot een miljardenbedrijf en is toonaangevend op het gebied van machines die computerchips kunnen maken. Al was dat succes niet altijd vanzelfsprekend. Mensen zien ASML nu al als een groot succesvol bedrijf. Maar we hebben er echt voor moeten knokken om onze plaats in de industrie te krijgen. Ook met alle problemen van dien. Want ja, we zijn diverse malen nagenoeg failliet geweest hoor. Zeker in die eerste jaren. Toen trok je een stofjas aan en een haarnetje en dat was het dan. En tegenwoordig is het wel iets heel erg anders. Ja, dat moet ook. Het is allemaal veel kleiner, veel gespecialiseerder, veel nauwkeuriger geworden. We hebben wel trouwens op deze machine, die stond hier achter, kwamen we 's morgens binnen en daar stonden nog gewoon voetstappen op omdat iemand een lamp had vervangen. Dus nou ja, dus kun je ongeveer begrijpen dat dat niet zo nauwkeurig ging als dat tegenwoordig gaat. Nou, dit is eigenlijk de eerste machine die we van... was een Philips apparaat en die was onze eerste machine. Nou, hij werkt dus op oliedruk. Er zitten motoren in, die werken dus op oliedruk. En het aardige is van motoren die op oliedruk werken, die werken eigenlijk alleen maar als ze lekken. Alleen ja, klanten die werden daar heel erg nerveus van. Want olie in een schone ruimte waar je chips maakt, nee, dat wilden we niet. Ja, en dit is eigenlijk het formaat van een beetje flinke koelkast. Maar als je kijkt naar de huidige machines, was het gewoon een dubbeldekker formaat. En ook qua prijs maakt dat natuurlijk ook wel uit, want deze die deed je voor 1 miljoen gulden in die tijd nog. En de huidige machine, ja, dat gaat in meer dan 300 miljoen euro's. Dus ook dat heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het is een fantastisch avontuur eigenlijk in al die jaren. Er is technologisch zoveel gebeurd. We hadden nooit kunnen denken dat het zo succesvol zou worden, dat we dit soort technologieën zouden ontwikkelen. Het is toch wel bijzonder als de president van China en Amerika over ASML praten. Dan denk je van, oké. Dat hadden we 40 jaar geleden ook niet hoeven denken. Ik ben toch wel heel blij dat ik daar deel van heb mogen uitmaken en daar ook aan heb mogen bijdragen. Nee, als je dit kijkt, al die gebouwen, dat enorme complex. Nee, dat hadden we in onze stoutste dromen niet kunnen denken.